Mijn naam is Maurits van der Heijden, ik ben 33 jaar, ik kom uit het mooie Diest en ik kijk er geweldig hard naar uit om hier in dit mooie halfrond een verschil te kunnen maken, zowel op ideologisch vlak als in de commissies waar ik ga werken rond de steun voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Die moet veel beter, veel sneller. Daar ga ik de komende jaren aan werken en we zijn er klaar voor om hier aan de slag te gaan. We moeten alleen nog wachten op een nieuwe regering. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik denk dat elke politicus deelneemt aan de verkiezingen omwille van één grote reden. Dat is dingen veranderen. Dat klinkt cliché, maar dat is zo. Wij zien de situatie zoals die vandaag is en de situatie zoals wij denken dat die moet zijn. En dat gat, die gap verdichten, dat is waarvoor politici het doen. Anders zouden we daar niet al onze vrije tijd, ons heel familiaal leven voor opgeven om dat te doen. Dus dat is ook de reden waarom ik op de lijst ben gaan staan. En heel specifiek wil ik hier een verschil maken in het parlement. In het groter kader, zeg maar het ideologisch kader. Ik denk dat dat echt wel nodig is. We zitten in een nieuwe setting. Er zijn twee extremen bijgekomen, of een extreme fractie aan de linkerzijde en een extreme fractie aan de rechterzijde die fel gegroeid is. Dus dat zorgt voor een heel nieuwe setting. Ik denk dat het echt nodig is om ideologisch opnieuw naar de kernwaarden van onze samenleving te gaan en die volop te verdedigen. En dat zal geen makkelijke taak zijn, maar dat zal er wel voor zorgen dat de debatten in het parlement misschien wel wat boeiender worden. En daarnaast is het natuurlijk nodig om in de commissies op het veldwerk echt dingen te veranderen. En daar moet je denk ik heel specifiek in zijn als parlementslid. Je moet echt je specialisatie kiezen. Ik wil ervoor zorgen dat mensen met een fysieke of mentale beperking, dat die betere steun krijgen, snellere steun, dat die wachtlijsten echt afslanken. Daar is echt nood aan dit land. Dat zijn dingen die echt beter moeten. En daar wil ik voor zorgen elke dag in de commissies. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Het was een beetje een gekke avond eigenlijk. Ik zat in Brussel op het partijbureau. De uitslag voor onze partij, daar moeten we niet flauw over doen, die was niet goed. Dus de sfeer was eigenlijk ook niet uitbundig. Persoonlijk denk ik dat ik wel een heel deftige score heb neergezet. Zeker in Diest, in mijn regio, hebben we heel goed stand gehouden. Persoonlijk had ik ook de meeste stemmen in Diest op de Vlaamse lijst. Dus daar kon ik niet ontevreden over zijn. Maar echt vieren of zo, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik denk dat ik de nacht beëindigd ben in café De Biertempel, ergens op de Grote Markt. Maar van een echt feest was eigenlijk geen sprake. Heel anders dan de lokale verkiezingen. Dus het was een beetje een dubbel gevoel. Als je partij slecht scoort, dan kan je niet al te uitbundig gaan vieren. Bent u tevreden met het resultaat? Nee, ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik tevreden ben. Persoonlijk denk ik dat mijn score zeker niet slecht was. Zeker in Diest hebben we het echt geweldig gedaan, in de regio ook. Dus over mijn persoonlijke score ben ik wel tevreden. Maar als je ziet dat onze partij achteruit gaat, dat er extreme langs de linkerzijde en langs de rechterzijde heel veel zetels bijwinnen, ja, dan kan je niet tevreden zijn over het resultaat. Maar dat is ook tegelijkertijd een wake-up call om de dingen beter te doen, ideologisch te herbronnen en ervoor te zorgen dat mensen terug vertrouwen krijgen in het programma waar wij voor staan, het liberale programma, wat nog steeds het beste programma is van allemaal. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik verwacht natuurlijk dat ik direct aan de slag kan om dingen te veranderen. Dat klinkt cliché, maar dat is echt de essentie van politiek. Heel hard werken om bepaalde zaken in de samenleving te verbeteren. Zoals ik al zei, gaat dat bij mij vooral over de steun voor mensen met een fysieke en mentale beperking, om die beter te maken. En daarnaast hoop ik dat we ook ideologisch de ruimte krijgen om een beetje aan free speech te doen, onze vrije mening te geven, dat het parlement een vrijhaven mag zijn voor bepaalde debatten te voeren die echt wel nodig zijn in die tijdsgevricht. En ik denk dat dat nodig is dat zowel in de oppositie als in de meerderheid dat elk individueel parlementslid daar de nodige vrijheid voor krijgt om te zeggen waar hij of zij voor staat. En dat heeft niks te maken met partijdiscipline of het karkas waar parlementsleden in zitten. Maar gewoon om je eigen mening te geven, dat is heel belangrijk. En ik kijk er naar uit om dat hier achter mij te mogen doen. Dat gaat heel plezant worden. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik ben ook schepen in Diest. Dat is een fantastische job die ik zeker ga blijven doen. Ik heb dat ook uitgelegd aan al mijn kiezers. Hè. Ik heb gezegd van ik wil naar het Vlaams parlement gaan om Diest naar Brussel te brengen en omgekeerd de nationale politiek
dichterbij te brengen bij de mensen lokaal in Diest. Ik denk dat dat de perfecte combinatie is. Ik weet dat er soms kritiek is op verschillende functies combineren. Ik deel die kritiek ook. Ik heb ook al in het verleden vaak gezegd dat er te veel intercommunales zijn, dat politici niks te zoeken hebben in al die raden van bestuur. Maar ik vind wel, als je voor een functie democratisch verkozen bent, je legt dat uit en je haalt er echt meerwaarden uit, dat dat echt een goede zaak is. Dus ik ben echt geen voorstander vanuit bijvoorbeeld vanuit de partij te beslissen dat mensen geen schepenambt en parlementslid bijvoorbeeld mogen combineren. Dat is perfect doenbaar en dat is een meerwaarde voor beide, zowel voor dit parlement hier als de gemeenteraad in mijn thuisstad. Dus ik vind dat een perfecte combinatie en ik kijk er naar uit om de twee samen te doen. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Die twee die lopen gewoon door elkaar heen. Ik kan dat niet meer afscheiden in hokjes. Politiek, dat is niet iets dat je doet van maandag tot vrijdag, van 9 tot 5. Dat loopt gewoon heel de tijd door. In de weekends, 's avonds, er is eigenlijk geen verschil. Ik probeer het sociale leven er soms nog in te passen, maar ik moet eerlijk zeggen dat de afspraak is met vrienden en familie vaker verzet worden dan worden gehonoreerd. Dus dat is wel een opoffering of dat is gewoon iets wat erbij hoort. Daar mag je ook niet over klagen. Daar heb je voor gekozen. En als politicus heb je een drive, heb je een drang om de samenleving beter te maken. En dan kan je dat niet zo verdelen in sociaal en politiek leven. Twee lopen gewoon samen en politiek overheerst echt elke dag, elk uur. Dat is gewoon zo. En dat is ook gewoon fijn. Hè? Ik bedoel, dat is hetgeen dat je graag doet, waar je voor gemaakt bent. Dus ik ga daar ook niet over klagen of zo. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Als ik niks gedaan zou hebben om de wachtlijsten voor mensen met een fysieke of mentale beperking terug te dringen, als ik die systemen niet heb verbeterd, dan mag de kiezer mij gerust wegstemmen. Ik ga er alles aan doen om dat beter te maken. Ik ga er alles aan doen om snellere steun, betere steun, ook meer middelen te voorzien, want het gaat ook over geld voor een stuk. Ik ga er alles aan doen om dat te verwezenlijken. Ik ben natuurlijk niet alleen, dus ik hoop dat het lukt. Ik ga er alleszins volledig mijn tijd en energie in de commissies insteken. Ik ga er ook volop over communiceren. Dus als ik daar niks in gedaan zou hebben, dan zou ik mijn beloftes niet nagekomen zijn. Dus ik denk dat daar de moeite dat ik daarin ga steken, dat de kiezer mij daarop mag afrekenen.